Van een tasjesroof tot overvallen, drugshandel en klussen voor grote criminelen. De politie maakt zich ernstige zorgen over de groepen van voormalige probleemjongeren die zich steeds meer met zware criminaliteit bezighouden. Een van de jongerengroepen die de kleine criminaliteit achter zich heeft gelaten is de harde kern van de voornamelijk Antilliaanse hoppieboys uit Amsterdam-Zuidoost. Als je met dit soort dingen zult langslopen, snap je, moet je het gewoon doen. Moet je gewoon zorgen dat je aan je geld komt en je euro. Wat schatje, kom, doe een gok, goeie gok. Huh? €5500. De hoppieboys bestaan uit zo'n 100 jongeren, waarvan enkele tientallen de harde kern vormen. De groep is vernoemd naar hun buurt, de Hoptielen of de H-buurt in Zuidoost. Ze groeien hierop in een omgeving waar drugsdealen een van de meest voor de hand liggende beroepskeuzes is. Een reguliere baan trekt deze jongens niet aan. Ze willen snel geld verdienen en veel ook. Hoe kom je aan al dat geld? Je weet hè. Werk, hard werken. Hosselen, dat is het enige wat we doen hier. Hosselen, werken bestaat niet bij ons. Want verdienen we niks mee. Hosselen, ja, betekent niks anders dan geld maken. Hoe je het doet, maakt niet uit. Als je wat hebt gedaan, je moet gewoon zorgen dat je niet gepakt wordt voor je daden. Ben je gepakt? Ja, fuck op. De politie signaleerde al eerder dat jongeren die voorheen kleinere delicten pleegden steeds vaker in de zware criminaliteit terechtkomen. Ze handelen in drugs of doen klussen voor zware criminelen. Het gaat daarbij vooral om Antillianen en Marokkanen. De succesvolle criminelen vormen dan weer rolmodellen voor de kleinere jongens. Tasjesroof? Nee man, dat zijn voor kleine kinderen man. Dat zijn voor kleine dingen man. En wat is dan voor grote jongens? Voor grote jongens. Is wanneer die Afrikanen binnenkomen met die kilo's, ja, staan wij te wachten om die kilo's af te pakken. En dat zijn wij. Ja, dat zijn onze hasselaars. Dit willen we zien. Hoe je het doet, maakt niet uit, brother. Geld is. Maar nu, moord, doe. En moord, ik heb je net gezegd, het gaat om de situatie, hangt van de situatie af. Volgens de politie zijn de hoppieboys goed in kaart gebracht. Stadsdeel Zuidoost zegt te investeren in jongerenwerk om de jongeren zo op het rechte pad te krijgen.